Yucatan. Er zijn niet veel wegen. De wegen die er zijn, zijn rustig. De vele gaten en verkeersdrempels bij de nederzettingen maken dat er niet hard gereden kan worden. Moet je opletten, hè? Moet je om de gaten heen te manoeuvreren. De dorpen en steden die gesticht zijn tijdens de Spaanse overheersing hebben allemaal dezelfde planologische structuur. Er is een centraal plein met een kerk. En daaromheen de blokken waar gewerkt en gewoond wordt. Aan het begin van de vorige eeuw hebben de straten nummers gekregen volgens het Amerikaanse systeem. Dit maakt het navigeren heel gemakkelijk. Sabancuy ontvangt ons met open armen. Hier is het toerisme nog nauwelijks doorgedrongen. Op zondag liggen de vissersboten te wachten langs de Malecón, de promenade. Ook de meeuwen hebben rust. Als er toch een bootje gaat varen, hebben de fregatvogels dat direct in de gaten. Vlakbij Sabancuy ligt een verborgen strand, Playa Escondida. Estamos en la Playa Escondida. Een strand alleen voor ons, een zandkasteel en de zee. We zijn in Ceiba Playa. We hebben vanmorgen rustig aangedaan, lekker ontbeten. Ton die heeft een beetje, hoe heet dat Ton? Diarree. Ja, nee, maar in het Spaans.
Weet je wel? Die... Montezuma's wraak. Montezuma's wraak heeft hij. Maar goed, hij is toch een beetje opgeknapt. En we gaan nou het dorpje doorlopen om te kijken naar alle authentieke dingen die wij zien. Ceiba Playa lijkt qua sfeer erg op Sabancuy. We blijven een paar nachten in een sfeervol hotelletje. Canela y piloncillo. Koffie caramelo. En peren allemaal jammetjes. Margarine. Had ik nog niet ontdekt. Ik probeer hem een mier te vermoorden. Maar kijk wat een groot beest. Er zitten de honderden hieronder. En hier ook zitten gaatjes. Die heb ik dichtgeprikt. Kijk. Oh, daar komen er alweer. En dan op naar Campeche. We vinden onderkomen in Hotel Lopez. We zitten hier midden in Campeche. Een prachtig hotel, bijna helemaal leeg in het laagste seizoen. We zijn net binnengekomen en de rest van de spullen liggen nog in de auto, maar die is niet op slot, dus die gaan we vlug even ophalen. De stad kent prachtige gebouwen, zoals Mansión Carvajal. Dit Spaanse huis met veel Moorse elementen is in het begin van de 19e eeuw gebouwd. Het is gebouwd door de steenrijke Fernando Carvajal. Hij was een groot grondbezitter. Behind the screens. Het gebouw is nu in gebruik als kantoor van de provincie. In elke stad in Yucatan is een Chedraui supermarkt te vinden. Deze zijn super groot. Het is half november en de winkel is al helemaal in kerststemming. De sortering is enorm. De winkel is niet duur, maar echt voordelig is het op de markt. Beetje zweet wegveren. Zoals alle Mexicaanse steden heeft Campeche een centraal plein met een kerk. Ook 's avonds is het de moeite waard om door de stad te wandelen. Er is van alles te zien. Denk je toch dat ze dat gewoon thuis leren, maar blijkbaar niet.
Op het plein geniet nog een enkeling van de rust. Enkele venters proberen nog wat waar te slijten. Er is nog niet veel toerisme, hè? Nou ja. Wou je er meer hebben? Nee, ik niet. Oh. Maar voor die mensen hier zou het wel fijn zijn als ze iets meer klandizie hadden. Bijna alle restaurantjes zijn half leeg. Ja. Wil je de kakkelak nog even dag zeggen? Ja. Daar ligt hij wel. De cucaracha. En wij gaan ook slapen. Thank you.